We hebben vorige zomer met een aantal mensen bedacht om een prijsvraag te organiseren voor de bruggennamen. Nou, daar hebben we met een aantal mensen van de vrienden en een aantal mensen van de gemeente een aantal keren bij elkaar gezeten. Nu achteraf denk ik, daar komt nog een hoop bij kijken als je dat gaat doen. Dus daar zijn we ook best even mee bezig geweest. Het was eigenlijk prettig dat de besluiten voor de bruggen een paar keer vertraagden, zodat we ook wat meer tijd hadden om die prijsvraag te organiseren. Maar het is natuurlijk een prijsvraag waarbij we ook te maken hebben met een aantal regels waar we ons aan moeten houden. Nou, dat is allemaal goed gelukt. En we hebben een jury gehad die volgens mij een prachtige keuze heeft gemaakt uit de inzendingen. In totaal waren er 115 deelnemers die een of meerdere namen hebben ingezonden. In totaal waren dat 600 inzendingen. Nou, daar komen we dadelijk nog verder over te praten. Maar dat even voor nu. Waar ik mee wil beginnen is Paul jou het woord te geven om, want jij zit ook in dat hele circuit van besluitvorming van de namen, als laatste begrijp ik. Paul Deertje dus, wethouder onderwijs, sport en duurzaamheid. En bruggen. Singelpark. Nou, het is, ik vind een namenwedstrijd voor sowieso een heel bijzonder project voor de stad. Straks hebben we, ik heb het al vaak gezegd, voor de eeuwigheid een singelpark, inclusief prachtige bruggen. Een namenwedstrijd past natuurlijk bij uitstek bij het singelpark, wat een project is voor en door inwoners van deze stad. Dus is het eigenlijk ook wel heel logisch dat je dan de verbindingen in het park, dat je die ook voor en door inwoners, zeg maar, van namen voorziet. Nou, daar is inderdaad een heel traject aan vooraf gegaan. U heeft ons heel lang in spanning gehouden, dan, wat komt daar dan uit? Tot op het laatste moment eigenlijk. Nou, vandaag zijn we dan hier om dat te horen. En ik wil eigenlijk aan, waar is het, Joyce? Ja. Vragen om eigenlijk de toelichting te geven en uiteindelijk ook de winnaars bekend te maken. Ja, ik ben, mijn naam is Joyce Omwacht. Ik ben voormalig bestuurslid van de Vrienden van het Singelpark. En ik mocht voorzitter zijn van de jury. In de jury zaten een aantal mensen van de gemeente Leiden, dus een stedenbouwkundige. De architect van de bruggen, dus van Nijpartners. En mensen van de straatnamencommissie. Piet noemde het eigenlijk al eventjes. De wedstrijd is uitgeschreven in december. En er was een enorm aantal inzendingen. Er waren meer dan 500 voorstellen binnengekomen bij ons. En vooraf, Piet zei het al, toch behoorlijk wat werk brengt dat met zich mee. Want ze zijn eerst allemaal goed bekeken en gekeken ook of het geen bestaande namen betrof. Of namen van mensen die nog leven, zoals bijvoorbeeld de Jochemmeijerbrug. En zulke soort namen vielen af. Uiteindelijk leven er nog heel veel inzendingen over die door de jury zijn bekeken. En het mooie daarvan is dat er allerlei verschillende creatieve, vindingrijke namen tussen. De oproep aan de burgers van Leiden was natuurlijk om ook te kijken naar een reeks samenhangende namen, hè, voor die vijf bruggen. De bruggen vormen zelf ook een familie. En dat was ook gelijk een beetje de moeilijkheid van de opgave. Dus verzin maar eens 1, 2, 3 namen en dan ook nog 5 namen. Dus best een hele pittige opgave. Desalniettemin zaten er heel veel mooie en goede inzendingen in. En vaak ook met een hele uitgebreide toelichting. Dus mensen hebben er heel veel energie in gestoken. En blijkt wel dat het Singelpark echt leeft bij de mensen. We hebben dat allemaal heel goed bestudeerd. En veel namen, is wel leuk om met jullie te delen, grepen ook bijvoorbeeld terug op Leiden als thema. Dus op de geschiedenis van Leiden, bekende wetenschappers, kunstenaars, bekende Leidenaars. Maar ook op het thema natuur. Dus veel namen van bloemen, planten, dieren zelfs. En ook een behoorlijk aantal inzendingen wat dan teruggrijpt op de plaats van de brug. Dus de historie of de namen van de brug
ja, waar de brug gelegen is. We hebben gekozen, of de jury heeft gekozen voor een reeks namen, ja, wel bekend bij jullie, ze hangen hier her en der door de zaal. Voordat ik ze noem, de reeks namen, en ook aan jullie, want daar gaat het natuurlijk om de prijswinnaars bekendmaak, die ook, dat is denk ik wel leuk om ze gewoon zelf de uitleg te geven bij de bruggenamen, kan ik jullie wel vertellen wat de motivatie was van de jury om voor deze namen te kiezen. Nou ja, anders dan heel veel namen grepen deze namen niet terug op het verleden, op de historie. Maar eigenlijk, ja, verwijzen ze naar de toekomst, naar iets nieuws. Het zijn, ja, niet bestaande namen, verzonnen namen, maar wel degelijk met een betekenis. De jury vond dat ze ook een bepaalde, ja, poëtisch karakter hadden en grijpen terug op, ja, filosofische waarden, hè? Dus ouderdom, wijsheid, geluk, liefde. Ja, ik denk dat ik gewoon overga op de namen van de bruggen dus, hè. De eerste brug, en dan, ik weet zelf eigenlijk nog niet welke naam op welke brug komt, maar ik vind het wel heel erg leuk dat de architect ook al, want dat is natuurlijk ook de prijs, de naam van de brug, of, hè, de winnende naam komt op de desbetreffende brug. En de architect heeft ook al een aantal visualisaties gemaakt, die je hier kunt zien, hoe dat eruit zou kunnen komen te zien. Dus het is de Wiseniabrug, brug van de wijsheid. Lovienbrug, brug van liefde. Helar, brug van gezondheid. Epinion, brug van geluk. En Aaldus, brug van ouderdom. Mooi. Ja, en tenslotte nog één ding wat ik net eigenlijk vergeten was te zeggen. De jury vond ook dat de namen en de klank van de namen ook goed aansloot bij het ontwerp. Het luchtige ontwerp van de bruggen zelf. Dus van de architectuur van de bruggen. Ik geef graag weer het woord aan jou om de winnaars bekend te maken. Ik wil nog even helpen met... Ga ik zeker doen. Kijk, dit zie je dan winnaars naar voren wil brengen. Kijk eens aan. En hebben we ook nog prijzen voor dit? Zijn er ook, zeg maar, niet winnaars in dit af? Ja. Dat weet ik natuurlijk nog niet, hè? Goed. Deze prachtige verzameling van namen, die is bedacht door eigenlijk een duo. Annedien Hoen en Floris Huisman. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik kan het bijna niet geloven, het Leidsbruggenboek. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Als je een mooie naam vindt. Deze zijn van jullie. Vorige editie. Misschien wel mooi om nog even vanuit jullie kant te horen van hoe gaat het nou op het moment dat je leest er is een bruggenwedstrijd. En wat voor proces komt er al op gang en waar, hoe kom je dan uiteindelijk tot deze suggestie? Ik ben Leidenaar en Floris die komt uit Deventer, mijn collega naambedenker eigenlijk. En nou, ik las van de wedstrijd en ik werd er een beetje nog geprikkeld, want het papiertje heeft een tijdje in de laag gelegen eerlijk gezegd. Okay. Maar last minute dacht ik van dat ze altijd wel heel gaaf zijn ja, om iets toe te voegen op zo'n manier aan de stad Leiden en daar met verbeeldingskracht. Ik had er wel een beetje zo'n gevoel bij waar het verhaal heen zou kunnen, een beetje mythologisch, maar ook nieuw eigenlijk, kijken naar de toekomst. En toen zijn Floris en ik gaan brainstormen daarover en ja, toen kwamen we tot het verhaal eigenlijk en tot de naam. Hartstikke mooi. En dan heb je dat verzonnen en dan moet je dan lang wachten voordat je dan hier mag staan? Nee, dat ging wel vrij snel eigenlijk. Okay. Ja. Nou, mooi. Goed om te horen waarom die bruggen heten zoals ze heten, met een hele originele invalshoek. Door de jury hoog gewaardeerd, door de straatnamencommissie hoog gewaardeerd, door de wethouder hoog gewaardeerd, wat mij betreft. En hartstikke goed dat jullie dat hebben gedaan. En ja, ook wel bijzonder als ze er straks liggen, ik kan me voorstellen. Dat je dan met extra aandacht over die brug loopt. Ja. Nogmaals, één applaus voor de.